Hoe koppel je je Android-toestel aan het Intellilink systeem van de Opel? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een open model of met uitleg over een open systeem, zoals deze. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je voor het eerst ons kanaal? Vergeet niet om meteen abonnee te worden, zodat je elke keer als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, gaan we in deze video uitleggen hoe je gemakkelijk je Android-toestel kan koppelen aan het Opel-systeem. Zodat je uiteraard handsfree kunt bellen in een auto en ook je muziek kunt streamen. Nou, en hiermee bedoel ik niet de Android Auto-functie, maar daar hebben wij een aparte video voor gemaakt. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken, zodat je ook daarin kunt bekijken hoe dat werkt. Maar gewoon het koppelen via de Bluetooth, via de telefoon, gekoppeld aan je Opel-model. Nou, en hoe het werkt, laat ik je nu zien. Nou, dan begin ik met uitleg over het Intellilink-systeem die onder andere zit in de Opel Crossland en de Opel Granate X en daarnaast ook in de Opel Combo en Opel Vivaro en ook in de nieuwste Opel Corsa. Nou, dit werkt dus als volgt. Wanneer ik dus hier het systeem heb, dan kan ik dus op de knop drukken met het telefoonlogotje erop. Dan krijg ik dus deze pagina dat hij een Bluetooth kan zoeken. Nou, ik kan dus hiermee op die knop drukken dat hij dan zoekt naar het telefoon. Maar het makkelijkste persoonlijk vind ik dat zelf om het uiteraard om gewoon via telefoon dat te regelen. Dat doe ik dus als volgt. Ik heb hier een Samsung telefoon in dit geval. He, dus met Android. Ik ga hierboven eventjes naar het Bluetooth logootje. Die hou ik ingedrukt. Kom ik gelijk op de Bluetooth pagina kom ik dan uit. Dat werkt natuurlijk super makkelijk. Daarna kan ik hiermee de Bluetooth op aanzetten. Dan is de Bluetooth ingeschakeld. Dan heeft hij al hier alle punten waar ik dan mee gekoppeld dan ben. En als we helemaal onderaan gaan kijken, zien we in dit geval de Opel Grandland X staan. Daar klik ik dan op. Dan is hij aan het koppelen. Ik krijg uiteraard een verzoek dat ik dus met hetzelfde nummer ook kan koppelen met de auto in dit geval. Druk op oké. En ik druk hier op ja. En nog een keer op ja. En in dat geval vink ik hier alle gegevens aan. De bovenste twee worden meestal gelijk meegenomen. Mobiele internet neem ik mee en druk op het groene vinkje. En dan krijg ik deze pagina. Vergeet dan niet om via telefoon ook nog even de berichten toegang te geven. En ook om je contactgegevens, dus je adresboek, ook toe te staan als je dat uiteraard wil. Nou, dan kan het zijn dat ik soms deze pagina krijg, maar die gaat uiteraard dan ook vanzelf weg. En hiermee heb ik dus het overzicht van mijn telefoon. Nou, ik kan dus hier uiteraard het nummer bellen die ik wil bellen. Maar als je uiteraard in je contactgegevens staan, kun je hier ook bij op contact drukken. En dan gaan alle gegevens dan hier inderdaad ook in. Kan je ook een contact mee aanmaken. Of inderdaad via oproep kan ik de laatste historie kan ik ook allemaal zien. En uiteraard word je gebeld kun je opnemen via het scherm zelf. Of via deze knop. Nou, zo werkt dit dus met het Intellilink, dus met het navigatiesysteem van onder andere de Opel Crossland, Opel Granate X, de Combo en de Vivaro en daarnaast ook de nieuwe Opel Corsa. Nou, het volgende systeem waarbij ik wil laten zien hoe je de telefoon koppelt is het Intellilink systeem die onder andere te vinden is in de eerste serie van de Opel Insignia, daarnaast ook van de Opel Mokka X en ook van de Opel Astra. Nou, die werkt dus als volgt. Wanneer ik hier de icoontjes heb, dan heb ik hier dus de knop telefoon. Als ik daarop klik, dan kom ik dus op deze pagina kom ik dan uit. Waarbij je dus bij het vorige model liet zien, hoef je eigenlijk dan niks te doen. Maar bij deze moet je eigenlijk hier even op het apparaat verbinden klikken. Totdat je deze pagina krijgt. Nou, dan ga ik dus dezelfde stap doen zoals ik het net deed. Ik ga eventjes boven in mijn balk, ga ik even de Bluetooth aanvinken. Hou ik knop ook ingedrukt. Dan komt hij dus op de Bluetooth pagina, komt hij uit van je telefoon. Die zet ik even op aan, als die al niet aan stond. En dan ga ik hier zo naar beneden toe en dan zie ik daar Opel Intellilink staan. Die vink ik dan, of die daar klik ik op. Dan vraagt hij inderdaad om een koppelverzoek. Druk ik op oké. Okay. En hiermee zeg ik ook ja. Dan is deze verbonden. Die druk ik weer op oké. Okay. En dan krijg je inderdaad hier nog de berichten dat ik die wil toestaan. Daarnaast ook de contacten dat ik die ook wil toestaan. En die vink ik allemaal aan. Nou, wanneer dat gedaan is, geeft hij hier dus aan dat hij dus gekoppeld is. Uiteraard kun je ook nog meerdere toestellen koppelen. Druk dan eerst weer op apparaat verbinden. Dan kun je hier uiteraard zien welk telefoontoestel gekoppeld is. Hij koppelt er elke keer dus maar één. Als je dus met meerdere mensen rijdt, koppelt dus maar één. Maar je kunt dan ook hier ook switchen of uiteraard de telefoon de Bluetooth uitzetten, zodat hij de andere ook pakt. Wanneer ik terug weer ga naar het homepagina via de knop op het huisje en ik druk naar op telefoon. Dan zie ik hier inderdaad ook de balken hieronder. Via de spraakherkenning, contact, wie ik recent gebeld heb, toetsenbord. En ik kan nummer invoeren of de voicemail. En rechts kan ik ook nog op de telefoons klikken die dan in dit geval ook gekoppeld zijn waar we nu op staan.
Uiteraard is dit systeem ook mogelijkheid tot Android Auto. Zoals ik al zei, hebben wij dus daar ook een andere video van gemaakt met uitleg daarover. Want die app is namelijk niet vrijgegeven in Nederland. Op sommige nieuwe toestellen hoor ik inderdaad dat die er al standaard op zit. Maar op de meeste toestellen zou die app eerst even moeten installeren. Daar heb ik een video van gemaakt. Die zal ik hierboven ook even linken. Zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. En het ook kan regelen op je telefoon. En uiteraard via je auto. Nou, het laatste voorbeeld wat ik wil laten zien is over dit intellingssysteem die onder andere te zien is op de Opel Karl en op de Opel Karl ROX. Daarnaast ook beschikbaar op het vorige model Opel Corsa. En waar ik nu in zit is een Opel Astra. Het is dus het intellingssysteem waarbij dus deze layout dan heeft. Ik zie daar ook de knop telefoon. Die klik ik dus aan. Dan geeft hij inderdaad het overzicht over het apparaatbeheer. Ik kan ervoor kiezen om mijn apparaat te zoeken. Maar zoals ik al zeg, heb ik dus de voorkeur en vind ik ook het makkelijkste werk om dat het volgende stap als via de telefoon dat te doen. Nou, dus het werkt dus als volgt. Ik swipe even naar beneden. Dan zie ik hier het logotje van de Bluetooth op mijn telefoon. Die hou ik ingedrukt, zodat ik gelijk op de pagina terecht kom. Dan zet ik de Bluetooth aan. En dan ga ik helemaal naar onderen. En dan zie ik daar Opel IntelliLink staan. Daar druk ik op te koppelen. Hij geeft net aan dat je dit wil koppelen met het toestel. Ik druk deze op ja. En de telefoon op oké. En hij is gekoppeld. Nou, uiteraard zorgt er natuurlijk even voor dat je de contacten even weer toestaat. En hier zie je mooi het overzicht. Nou, hier kan ik dus nummers invoeren. Ik zie dat het op beeld een beetje gek eruit lijkt. Maar het echt staan hier inderdaad de cijfers 1 tot en met 9 en 0. Het telefoontje op te nemen en op te hangen. Contacten kan ik hiermee allemaal opzoeken en de oproephistorie. Nou, en zo werkt dus de Bluetooth-verbinding op dit systeem. Nou, ik hoop je hiermee een duidelijke en heldere uitleg op geven hoe je Android-toestel koppelt aan je Opel-systeem. Mocht je niet helemaal uitkomen of heb je nog vragen over, ik zou zeggen, typ ze hieronder in. Of stuur een mail naar hendrik@liewesrode.nl, want we helpen je uiteraard ook graag. Nou, vergeet niet te abonneren te worden op ons kanaal, zodat je wekelijks als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Mijn naam is Hendrik Liewes. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. En ik hoop uiteraard dat we elkaar dan weer zien. Tot dan!